In basis, als je er alles los trekt, dan wilt iedereen hetzelfde toch? Ja, ik denk dat je een hele goede bemiddelaar had kunnen zijn, hoor. Ja, mensen vinden het lastig om in te voelen wat iemand anders het standpunt uh, totaal anders hebben dan ja. diegene zelf. Bij controversiële onderwerpen dan ja. wordt het heel erg bots-bots. Uh, ja, dat we vriendelijker voor elkaar moeten zijn, want ik heb het idee dat de afgelopen, nou, ik denk dat afgelopen vijf jaar, en daar is natuurlijk wel veel over gezegd, de afgelopen vijf jaar ook dat We wel steeds harder beginnen te worden, of ik ben nu eh, 33 en ik besef me pas dat het ja. aan de gang is. Dat kan ook, maar ik denk toch echt wel doordat we die paar jaar ook een soort van binnen hebben gezeten, dat men elkaar steeds minder is gaan begrijpen. Wat minder tolerantie heeft gekregen voor elkaar, denk ik. Ja, ook. ja, ja. En <tus> daar draag ik ook wel soms aan bij. Al moet ik, ja al probeer ik alles altijd van verschillende kanten te bekijken, tot op het vervelende ja. toe. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk ook vermoe vermoeiend als je. Altijd maar van twee kanten. Kijk, ik heb best wel uh, vaak mijn eerste instinct is best wel zwart-wit over dingen. Yeah, yeah. Dus ik vind iets of leuk, of kut, of yeah. uh, geweldig, of stom. En uh, dan ben jij degene die altijd. Mwah, mwah, de middenweg kiest. En denk ik, kom op. Kies eens een keer een kant. Ja, maar je bent ook wel zelf wat meer op de middenweg gaan kiezen, toch? Maar uh, toen op een gegeven moment ging ik inderdaad merken hoe vermoeiend het is. als je altijd overal gelijk ook iets over te zeggen hebt. Ja. Zonder er echt daadwerkelijk goed over na te denken. En toen ben ik ook weer wat midden op de middenweg gaan zitten. En dat is me zo bevallen. Dat is heerlijk, die middenweg. Dat is zo heerlijk. Mm. Inderdaad, je kan, kan, kan zeggen, ja, ik zie bij alle kanten, bij alle, beide kanten wel punten waar ik me in kan vinden. Maar heel veel mensen vinden dan dat je te weinig. Uh, dat je een draaikont bent als je zo bent. Een draaikont. Ja, of dat je niet echt per se weet wat je aan iemand hebt, omdat je niet precies goed weet wat iemand vindt. Ja, dat is waar. Ja. Nou ja, is dat zo? Nou, dat weet ik niet. Ik, ik denk snap dat, je, dat sommige mensen die. Als graag... je dingen genuanceerd kan bekijken. Ja, maar je hebt wel. Uh, Persoonlijkheden die het heel fijn vinden uh, ja, als dat je meegaat in een uh, mening. Klopt. Ja, en die uh, als je dan een beetje mild over iets bent, die dan kwaadaardig worden. Die heb je wel. Ja, die hebben we, die hebben we ook in de die omgeving. Die heb je heel goed in, uh, die iedereen in zijn omgeving. Ja, wij sowieso. Ook omgeving. Um, um, terwijl ik vind ja, het eigenlijk het meest verstandige om iets van twee kanten te kunnen bekijken. Ja, ik vond het wel interessant. Dus van de week zat ik dus een. een, 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 een Volgens mij was het een reel of zo, die ik voorbij zag komen. Meestal is dat jouw tekst, maar het is nu mijn tekst geworden. <laughs> en daarin stelde die vent ook die zei: van uiteindelijk, die, die had het over Amerika en hoe. Hoe kut het eigenlijk allemaal daar gaat nu. Mm -hmm. Maar dat hij zei: in basis wil iedereen hetzelfde. Ze willen gewoon dat het veilig is. Ja. Ze willen dat hun kinderen, als je die hebt, dat die gewoon naar een leuk leven gaan leiden. En dat ze gewoon hun rekening kunnen betalen. En dat ze gewoon nog iets leuks kunnen doen. Ja. In het ja. weekend. Dat is, dat is de basis van iedereen, denk mm -hmm. ik. Je hebt natuurlijk al wat excessen. Maar ik vond het wel interessant. Want soms bekijk je dingen en dan denk je van. Jullie staan zo een tegenover elkaar. Mensen die bijvoorbeeld een andere mening van elkaar hebben. Ja. Maar in basis wil je allebei hetzelfde. Je wil ja. allebei gewoon een gelukkig uh, leven leiden. Uh, gewoon blij zijn met je leven en leuke dingen ondernemen en uh, je rekeningen kunnen betalen. Ja, veiligheid, uh, genoeg geld. Inderdaad. Het zijn ja. allemaal uh, basis, uh... Ja, Het zijn geen basisbehoeften volgens mij. Oh, ja, wel veiligheid. Ja. is wel natuurlijk een basisbehoefte. Maar in basis, als je alles los trekt, dan wil iedereen hetzelfde toch? Ja. Denk eens ook na, mensen waar je misschien ruzie mee hebt of zo, of waar je uh, een meningsverschil mee hebt. Als je, als je echt uitzoomt, je wil allebei hetzelfde, want je wil allebei A, begrepen worden en je wil allebei wil je, uh, 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 gelukkig zijn. En eigenlijk, ik denk dat de meeste mensen ook gewoon die ruzie helemaal niet willen. Nee, Nogmaals, er zijn een paar mensen die dat, dat misschien wel willen. Die houden van sensatie. Maar, maar laten we zeggen dat 99%, van de, mens, 99 van de mensheid eigenlijk gewoon wilt dat het gewoon relaxed dat gaat, alles goed dat gaat. Dat alles goed gaat, ja. dat we niet met elkaar in conclave komen, dat we elkaar niet begrijpen. Ja. Maar waar zou dat dan? Waar gaat dat dan steeds mis? Dat is vaak toch in, in irritatie, in, in elkaar ook niet begrijpen. Mm -hmm. Toch niet begrijpen. Ja. Maar ook niet willen begrijpen omdat je een andere mening over dingen hebt. En ik merk wel hoe ouder ik word, hoe, ah, hoe debieler ik dat ook begin te vinden. Ja. Dat, je, dat je gewoon niet even normaal naar elkaar kan luisteren. En dat draag ik ook aan bij hoor. Want nou, we hebben een situatie gehad, hebben we al vaker het over gehad. En daarin hadden wij eh, zoiets van, uh, waren we geïrriteerd. En dat, dat, dat bleef een soort van aanhouden. Ja, nou, zwaar irritatie. geïrriteerd. Maar ook bepaalde. Aannames misschien gedaan die niet per se uh, ja, aannames waren. gedaan. Zo uit irritatie dat je dacht: van nou, het is gewoon allemaal kut en het gaat nooit beter worden. Precies. En bang om confrontatie te krijgen, want ik ga confrontaties het liefst uit de weg. Um, deden we er eigenlijk niet echt iets aan. We wilden meer zeuren omdat we er echt iets aan deden. Nou, dat vind ik niet. Vind ik wel. Dat vind ik niet. Vind ik wel ik vind dat er een gezonde basis, een gezonde uh, balans, zwart ja, tussen zeuren en iets doen. vind je? ja, vind ik wel. ik denk dat we heel lang de soort van niks hebben gedaan. ja, oké, okay. we hebben heel lang niks gedaan omdat we en dan ineens het, komt het te hard ja, uit. omdat we dachten van uh, we wachten wel tot het weer minder wordt. precies, dus, dus uiteindelijk doe je er niks aan terwijl je mm -hmm. eerder kan ingrijpen en zeggen ja. van joh, ik vind dat het is niet echt zo fijn. Zo. Ja. nou, dat is dat is opgebouwd tot, tot op zekere hoogte dat het gewoon. lopen tot een uh, nou ja, wel een climax, denk ik, soort van. Ja, ik moet het een beetje vaag houden, want Wat ik wil een ook climax? Niet, nou, een beetje wel toch. klein beetje een climax. Ja, nee. dat, dat er wel echt een goede irritatie naar allebei de kanten nou, was. Nou ja, kijk, um, vanuit mijn uh, familie... Um, ja, heel veel uh, bij... Ja, ik probeer het even netjes te zeggen. Maar... <laughs> Hoe ga je dit netjes zeggen, meid? <laughs> ik ben benieuwd. Ik ga even zitten. Ik neem even motten. Wij oh, laten wacht. het heel lang oplopen. Dingen. Ja, ja. En we zeggen heel veel dingen niet tegen elkaar. En dan op een gegeven moment. Barst, een soort van de bom. Dat mm. hebben we wel wat vaker gehad. En dat met. met situaties, ook buiten ons zeg maar buiten uh, het gezin om bijna te... Ja, en dus um, ja, als er dan wel eens wat is, dan is het eigenlijk vaak tot reactie, nou uh, gelijk uh, mel open trekken uh, Ja, het is gelijk uh, vol erin. Grote, uh, uh, nou ja... Grote mel. Uh, Grote mel opzetten en... Uh, ja, die anderen moeten maar indammen. Die anderen moet maar uh, indammen, ja, de in ja. toch? En dat ja, soort nou dingen. Nou ja, goed, uh, dat, dat is. Uh, Met de paplepel ingegoten geworden. Ja, en dat werkt in zekere wijken werkt dat heel goed. Ja, dat <laughs> denk nee. ik ook. Ja, maar je hebt sommige figuren, ik heb hiervoor in een flat gewoond. Uh, waar er iemand de hele flat terroriseerde met hardcore muziek. En ja. uh, ben je vaker ook aan de deur geweest, toch? Vaak aan de deur geweest. Er zijn meerdere mensen die ook politie belden, alles. En dan, dan kun je geen normaal gesprek meer aangaan met iemand, ook al zou je het proberen. Dus er zijn situaties waarin dat werkt. Ja, nou, jij hebt dus wel, in die situatie had je dus inderdaad uh, wel normaal al. Maar met er zijn ook getraat. situaties in de familie, met vrienden, ja. met collega's, waarin het echt niet nodig is om gelijk je mel op te trekken en uh, je, je ja, ik wil zeggen je grote scheur open te trekken. Ja maar, so <laughs> ja, maar soms is het ook goed om even af te wachten en niet gelijk uh, inderdaad. Nou, in, de meeste uh, dingen zijn nog wel op te lossen door uh, gewoon een normaal beschaafd gesprek met elkaar aan te gaan ja. en en proberen elkaar situatie te begrijpen. Ja, maar dat is wel lastig, vinden mensen vaak Dat lastig. is heel lastig, ik kan zelf ook niet tegen, maar ik heb, ja, ook wel dankzij jouw instelling... dat jij eigenlijk altijd alles in eerste instantie rustig wil uitpraten. Ja. Daarin uh, heb ik al een inzicht gekregen dat het allemaal niet zo keihard hoeft. Nee, dus, dus daar komen we vandaan, we hebben dus inderdaad dingen, dingen laten oplopen... en op een gegeven moment dacht ik van ja, ik moet gewoon met diegene praten, denk Ik denk dat dat hmm. het toch het belangrijkste is, maar dat vond ik zo fucking spannend... Ja. Want je weet nooit wie je tegenover je krijgt, omdat we nooit echt een goed gesprek hebben gehouden, laten ja. we eerlijk zijn. Ja, dat is ook zo. Dus uiteindelijk uh, de stoute schoenen aangetrokken om toch maar te doen. Welke waren dat? Uh, nou, dat waren nog steeds mijn Yeezys. Hoor. Dat ah, zo? Nog steeds, uh, ja. dus je ging er wel een stel naartoe. Ik ging er een stel naartoe, ja, ligt eraan. En wat je ervan vindt. Sommige mensen vinden ze lelijk. Ja, ik vond nee. ze ook ooit ik lelijk. Ik vond ze in het begin wel echt dat ik dacht van... Ik dacht, zo, zo, wat, wat is, is dat, dat voor statement? Uh, maar... Wat is dat voor rare ja. schoen, dacht ik. Ja, ze lopen verschrikkelijk lekker, zo, toch? Zo, so, dit zijn echt oprecht... Ja, is, ik, mag, ik mag geen reclame maken in deze podcast nee? van mezelf. Uh. Nee, nee, maar het zijn echt oprechte, de lekkerste schoenen die, uh, die ik ooit heb gehad. Ja. Ze lopen zo goed. Ja, we waren natuurlijk zo verschrikkelijk fan van sketchers, maar... Ja, ik deze heb nu ook betere gevonden. Oprecht, deze jij lopen ook. echt beter. Ja. Ja. Jij hebt, wat is dat ook weer? Ja, high-tech. Ik weet niet zo goed welk merk DJ High-Tech? DJ High-Tech is dat. Van die antwoord? Ja, High-Tech. Oh, high maar ja. ja, ik zag die bij iemand voorbij komen... Maar mag weer ons... voorbij komen? Toen, ja, toen we onze bank kochten, die meid die had die schoenen aan. Oh ja, ah, oh, die is echt cool. Die wil ik ook. Uh, we zijn dus het gewoon over hebben over onze bank. Ja, het is uiteindelijk uitgelopen tot een hel. <laughs> zijn we ook gelijk vuur, vuur gegaan? <laughs> ja, ja. Dat hebben we daar ook gedaan? Dat hè? is waar, ja. ja. En je, nou, ik ja, vuur, we waren we hebben het eerst netjes geprobeerd. Geïrriteerd. We hebben wel, we hebben wel. Daarna zijn we met vuur gaan spuwen. Niet echt. niet echt Ja, nou, ik was nou, aan ja, de telefoon misschien wel wat. ons doen dan. Maar goed, ik sprak diegene dus aan. En mag jij wel vertellen hoe ik dat deed? Want jij, jij, jij hoorde net mm -hmm. en zag het en overwon het. <laughs> nee, maar hoe? Want ik Hij vind was het lastig erbij, om zelf. Ik, ik vind het zelf <laughs> lastig om uit te leggen wat ik dan doe. Want ik doe het heel instinctief. Ja, ik vind dat jij uh, dat goed doet. Ik denk dat jij hele goede bemiddelaar had kunnen zijn. Nou, Daar ik meen wel. Ik echt. Yeah? Want je probeert wel echt de kant van de ander ook gewoon te begrijpen en naar te vragen. En uh, andersom kan je ook goed antwoord geven, vind ik. Mm. Dus. Ja, ik denk dat als jij als dit allemaal niet uitwerkt met YouTube, ja, dat ja, je echt bemiddelaar kan worden. Ja. Zeker, zeker een goede bemiddelaar. Uh, vooral uh, op het gebied van uh, misschien ruzie, familieruzies. Je hebt toch dus zo'n programma? Ja, 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 familieruzie. Daar, zou, daar zou je echt heel goed. Uh, ja, dus als, ik kan Bert van Leeuw overnemen. De ik ken die niet, maar. Dat is de presentator. Oké, okay, ja, dat zou echt goed kunnen. Ja. Ja. Ik dus heb bij je deze. nog een familieruzie? En wil je die opgelost hebben? Ik kan er proberen te bemiddelen. Ja. Het lukt me niet altijd, maar nee, het dat kan goed kunnen, doen. denk ik. Voor anderen sowieso ja. wel. Eigenlijk uh, heb je bemiddeld voor jezelf, en uh, toen kwam je erachter dat uh, ja, nou, dat, de dingen dat, in, de, in je hoofd maak je soms veel groter. Ja, en dat je, dat je allebei zijn. hetzelfde wil uiteindelijk. Dat je uiteindelijk allebei gewoon een prettige verstandshouding wil met elkaar. Ja, dat je gewoon rustig door één deur wil kunnen gaan, en dat mm -hmm. het niet allemaal gespannen is en zo, ja. en dat je op elkaar kan letten. Ja. Ja. Dus dat was eigenlijk een succeservaring? Was een succeservaring was ook wel iets wat ik echt super spannend vond. Ik stond gewoon zeker toen ik uh, aan het praten was met diegene. Ja. Dat ik echt dacht van oké, okay, hoe ga ik dit doen? Daarom wist ik ook niet meer heel goed hoe, hoe ik het nou precies had opgelost. Maar jij was zo, toen ik terug was, van je heb jij je roep in gemist. Ja, dat ik dacht, vind okay. ik echter. Ja. Ja. Maar dat ja, ben jij ben je daar sowieso wel goed in. Jij bent ook heel goed om mij uh, een andere kant van iemand te laten zien, daar ben je ook goed in. Soms ga ik dat wel eens de keer, toch? Ja, soms uh, ga ik ja, wel eens de keer. Nou ja, soms, heel vaak ga heel ik wel vaak. eens te keer. En dan zeg jij van, ja, ik snap het eigenlijk wel. En dan, en dan ga ik nadenken en dan denk ik, ja, ja. ja er zit ook, ook echt dan. wel weer een, verhaal, een waarheid in. inderdaad. Ja, iedereen heeft... Kijk, en dat, is, en dat is ook waarom ik deze podcast wilde maken. Omdat ik het ook gewoon belangrijk vind om, om anderen mee te kunnen geven van, we verschillen uiteindelijk nooit zo heel veel van elkaar. Nee. Eigenlijk de meeste mensen willen echt hetzelfde. We hebben altijd wel het goede voor. Um, en als ze dat niet hebben, dan kom je daar ook wel snel genoeg achter. Maar ja. het is vaak vanuit communicatie, angst en uh, hoe noem je dat ook weer: um, dat je voor, vooroordelen of bevooroordeeld zijn. Dat je eigenlijk. Um, niet tot elkaar goed kan komen, ja. Bepaalde ideeën inderdaad, al in je hoofd hebben van de van hoe iemand zou kunnen reageren en daar eigenlijk al een reactie op baseren, terwijl ja, ja je het gesprek nog niet eens aangaat. Dat is in relaties ook wel een ding hoor, want dat mm. heb ik ook in het verleden wel gehad dat je al reageert op elkaar. Ja. Hoe je denkt dat diegene het bedoelt, terwijl je soms dat niet bedoelt. En soms hebben wij ja. dat ook wel onderling Of van dingen al niet vragen, omdat je denkt van ja, het antwoord gaat toch zo zijn. Dan weet ik nou, dan net een onder onderwerp. Ik zei van, uh, ja, ik wil eigenlijk wel wat meer weer gaan schilderen of tekenen. Maar ik denk van ja, ik had al de hele tijd in mijn hoofd zitten te denken. Want ik, ik schilder graag thuis en dan gewoon, of tekenen, het is vooral tekenen hoor, op een doek. Um, en dan um, en dan met lekker met tv en dat ik gewoon op de grond zit of weet ik veel wat dat vind ik heel fijn om te doen maar ik denk van ja sinds dat wij samen wonen doe ik niet zo graag omdat ik dacht van jij ja, vindt het vervelend dat ik dat dan zou doen mm -hmm. dat had ik in mijn hoofd zitten heb ik nooit gevraagd aan je dus kan het ook helemaal eigenlijk niet weten maar dat was het idee in mijn hoofd wat ik had en toen zei ik het net toen zei je oh ja, ik vind jij wel leuk hoor als je gaat tekenen ja, En ja. Uh, ik vind het helemaal niet erg maar ik denk van ja we hebben zo'n krappe woning is dat niet onhandig en zo weet je wel maar Uiteindelijk, omdat je het niet meer aan elkaar vraagt, of dat ik het in dit geval niet aan jou vraag, ga ik al een heel verhaal en denk van: en ben ik nu al twee jaar niet echt aan het schilderen? Om de, om, echt omdat ik dat dacht, dat dat. Ja, dat, dat je dat vindt. Dat houdt je al tegen. Soms weet je niet echt per se welke gedachten je tegenhouden Pas als je er goed. Bij stil gaat staan, denk je van: Oh ja, het is, het is omdat ik dit en dat denk, waardoor ik nu weerstand voel voor iets te gaan doen. Ja, vind ik ook wel soms grappig om te merken hoor. Dat je, dat ja. je soms maakt me wel eens druk om iets en dan, dan denk ik van: Ja, waarom komt dat ook weer niet? En dan denk ik: Dan was het een hele simpele reden waarom ik. In mijn hoofd had verzonnen dat dat niet kon en dat was dan al weggezet als niet mogelijk. Ja, dus dan, dan zit het al in een laadje en dan ga je er ook ja. niet meer echt naar kijken. Ja, bizar toch? Terwijl het eigenlijk iets wat je tegen, dat het waarschijnlijk helemaal niet per se een hele geldige reden is of zo. Nee. nee. Maar ik wil wel aan de luisteraar en de kijker vragen: van wat, is, wat is nou iets waar je echt mee zit? Misschien een, 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 een conflict met iemand en ik ga daar eens naar kijken en probeer het eens van de standpunt van de ander te bekijken mm -hmm. en vaak kan je dan al een beetje inschatten van oké okay, misschien reageer ik zelf ook niet heel fijn of misschien kijk het ligt altijd aan beide in de meeste <laughs> gevallen niet alle heel maar de, de hele extreme ja. gevallen ja. even de extreme gevallen daar gelaten maar de meeste dingen is een reactie op reactie uiteindelijk mm -hmm. um, en als je je een klein beetje kan verplaatsen in de ander en dat ook die ander laat voelen dat je het ook doet, want ik denk dat ik dat in dat gesprek toen ook deed: van ik begrijp je, maar ik vind wel dit, dus je blijft bij jezelf, hmm. maar ik, ik probeer wel diegene ook te begrijpen ja. en dan kunnen we tot een compromis komen. Ik probeer heel erg tot een compromis te komen, toch? Uiteindelijk ja. dat voor mij zei ik dat ook heel vaak. Ja. daar kwam ik heel de tijd naar terug: van ja. hoe kunnen we hier een compromis in sluiten? Ja. Als je dat kan bekijken voor de ander, kijk de ander gaat het nu niet doen, want die kijkt deze podcast niet. Of je moet deze podcast naar diegene doorsturen. Maar bedenk eens van wat zou ik vandaag kunnen doen om die ander beter te leren begrijpen. Om te kijken hoe we tot een compromis kunnen komen of tot, tot ja. meer tot elkaar kunnen komen. Ik ja, ik dat denk, al een hoop. Verschil. Ik denk zeker ook in, in, in met familie en vriendschappen, denk ik dat het uh, toch wel belangrijk is om, om uh, je wat meer een open houding. Uh, ja. Uh, om een open houding te hebben en ook aan de anderen te vragen... wat zouden we kunnen doen om weer uh, dit met elkaar uh, uit te praten? Ik denk dat die vraag ook wel heel belangrijk is. Ja. Van, wat, hoe, hoe zie jij het, weet je wel? Mm -hmm. Hoe wil je dit dat we weer gewoon normaal met elkaar kunnen communiceren? Ik sommige vroeger mensen zijn echt onmogelijk om mee te leven. Hè? Dat, 100%. Uh, weet je, dat, dit uh, gaat niet in elke situatie op. Nee, dit dus gaat vast echt niet zijn. overal in helpen. Maar als je gewoon, bijvoorbeeld je hebt een vriendschap... en er is even iets in gebeurd, maar eigenlijk zijn jullie altijd wel voor elkaar er geweest... Ja. dan zou je altijd kunnen vragen van hoe kunnen we het weer goed? Uh, groep maken met elkaar? Of, uh, of uh, ja, hoe zie jij het voor je? Ja, Wat maar heb ook, jij van mij nodig? Ik denk ook met mensen die misschien iets verder van je afstaan... maar waar je, die je wel bijvoorbeeld dagelijks mee te maken hebt. Bijvoorbeeld ja. collega's of zo. Ja, collega's inderdaad. Ik denk je, dat hoeveel de, mensen hebben wel niet dat ze dan. Ja, die collega's, ja, die probeer ik altijd te ontlopen. Dat soort ja, dingen, dat hoor je zijn heel vaak. Er zijn toch weinig mensen die, die die spanning niet ervaren hoor. Iedereen is van wel een, van een ruzie of uh, met collega's een beetje in de clinch ligt. Uh, het, ze, al doen ze alsof ze er niks van merken, ik denk dat ze altijd wel liever gewoon hebben dat je op goede voet met elkaar bent. De meeste mensen wel. Ja. ja? En, en, en ja, probeer elkaar een klein beetje te begrijpen. En ik denk dat het, het mooie is als je hier naar luistert, dat jij degene bent die dat doet, want je hebt dit gesprek gehoord. Mm -hmm. um, probeer het eens uit. Ik ben benieuwd uh, wat uh, jullie bevindingen daarin zijn. Mijn bevindingen zijn in het algemeen wel altijd goed. Ja, ik heb ze nog niet heel erg uitgeprobeerd. Als iemand niet uh, reageert. <laughs> ja, dat is ook zo. Hè. Ja, je Houdt hebt ook, het ook het wel mensen op, die ja. gewoon letterlijk niet meer reageren, nee. waar die je niet zoveel ziet. Ja, dat heb ik ook. Uh... Ik vind het altijd best wel lastig om dit soort uh, dingen zelf te doen. Hoor. Want ik, ik, laat, ik laat de meeste situaties gewoon veel te hoog oplopen, of ik laat nee, niks meer horen. Of... Nou, jij negeert vooral veel. Ja, ik de negeer denk. veel. En ergens vind ik het ook wel. Moeilijk hoor, want je zet jezelf daar ook zoveel spanning geef je jezelf ermee. Ja, maar je geeft jezelf ook spanning. Het is nooit netjes het, uh... afgerond ook bepaalde dingen. Oh, dat bedoel je? Oké, okay, ja. ja, ja, precies. Ja, ja maar ja. ik heb ook wel eens dat je ergens loopt en dat je dat dan ontwijkt. Nee, nou, bepaalde plekken ontwijken, omdat ik denk, ja, ik wil niet uh, mensen tegenkomen. tegenkomen. Ja. Ja, terwijl... Het, dat is ja. zo onhandig. Want kijk, je hoeft ja, maar, niet te ja. met diegene te worden. Maar je kan nee. wel zeggen van, joh, weet je, het oké. Maar het is zo lastig, okay. hè. Want in je hoofd is het vaak alles of niks. En ja. dat, dat dan, dan heb je het gevoel van, ja, of ik zit weer volle bak uh, in contact met iemand. Of um, dus het is, het is, is niet goed. een middenweg, weet je. Dan, dan voor ja. mijn gevoel, is er dan geen middenweg. Dat je elkaar gewoon netjes gedag zegt. En dat je verder ook dat contact niet meer hebt en zo. Ja, maar je kan dat, ja, toch denk ik, daar filosoferend erover. Want ik denk dat we het over dezelfde persoon hebben. Nou, er zijn er meerdere, toch? Meerdere ja, maar er is wel eentje die gewoon. Al oh, meerdere personen. Oké, okay, meerdere personen prima. <laughs> ja, zijn wel maar meerdere. je zou wel kunnen zeggen van joh, weet je, ik vind het vervelend hoe het is gelopen. Uh, ik hoef niet per se contact, maar ik vind prima. Ik vind het wel fijn als we elkaar tegenkomen, dat we gewoon normaal hooi kunnen zijn. Ja, zo. dat, is, dat zou eigenlijk ook gewoon wel normaal kunnen toch? moeten zijn. Hè? Dat zou eigenlijk, ja. maar dat is ook voor je eigen gevoel. Want ja. je komt op een plek en denk altijd van, oeh, ja, misschien kom ik diegene toch wel tegen. Het ja. is veel fijner voor maar jezelf. Maar dan vul ik al zelf dingen in dat, die, dat diegene dat toch niet gaat doen. Ja, maar als diegene daar doen, vervelend op reageert, dan weet je, dan heb je in ieder geval het laatste ding geprobeerd ja, en dan hoef jij ook je ook er niet zo. meer druk om te maken ja, uiteindelijk. Want dan heb jij zo. het geprobeerd. Ja. Ik kan gewoon heel duidelijk erin zijn. Maar dat is moeilijk hè. Dat is ook echt een ja. proces. Want ik denk niet dat dat van de een op de andere dag gaat. Maar ik denk dat het wel voor je. Kijk, uiteindelijk moet je het voor jezelf zo comfortabel mogelijk mm -hmm. maken. En als jij denkt van joh. Uh, het is allemaal vervelend gelopen, en uh, misschien kunnen we beter. Uh, ja, ik heb niet zo heel veel behoefte meer aan echt intensief contact. Maar ik vind het ook wel fijn dat als we elkaar zien, dat we gewoon even een hooi of een praatje kunnen doen en dan weer door. Ja, zo met het leven. precies. Ja. Dat is veel makkelijker. Toevallig ik ik die... allemaal niet zo rigoureus uiteindelijk. Nee. Ja, ik, dat heb ik dat heel vaak in mijn hoofd, dat het dan echt gewoon rigoureus moet. Of anders gebeurt het niet. <laughs> ja. Ja. ja, snap ik. Maar wel. Ja, dat is misschien ook wel een beetje zwart-wit denken. Ja, het zwart-wit denken, ja. Ja, ik kan ook wel zwart-wit denken, maar ik wil zoveel mogelijk spanning uit mijn leven weer. Want ik heb al genoeg spanning. Ja. Dus dan, dan wil ik dingen gewoon... Ik wil gewoon het liefst hebben. En dat, dat is echt een illusie. Ik ga je nooit hebben. Maar dat iedereen je aardig vindt. Of dat je in oh, ieder geval ja. gewoon prima met iedereen bent. Prima. Want aardig ja. hoeft nou ook nee, niet. Nee, aardig hoeft niet. Maar prima. Dat iedereen ja. denkt van prima. Weet prima. Je? Dus ik hoef er ja. geen contact per se mee. Maar als we elkaar zien, is dus gewoon hoi en uh, ja. door. Toch? Ja, dat ja. heb ik ook inderdaad. Gewoon neutraal. Neutraal zou het le lekker zijn, maar dat is soms in sommige situaties wel moeilijk te bereiken, denk ik. Ja, ja zeker, omdat we niet te maken hebben met uh, iedereen die zo denkt. Dat is ook wat lastiger uh, sinds ik uh, door jou, dankzij jou, ook wat milder ben geworden, merk ik ook op hoe vervelend het is als mensen zo extreem standpunten aannemen. Ja, en hoeveel spanning dat ook kan opwekken. Zo. En dan zit ik in de spanning, dat ik wel eens wat voorbij zie komen bij iemand of bij uh, uh, iemand die ik volg ja. of uh, op internet zomaar. Uh, en dat het niet stroomt met jouw mening bijvoorbeeld. En of dan, zo. dan, zit ik, dan denk ik van, oh je zou maar zo, zo daar vasthouden aan dat je het niet. Van beide kanten een beetje kunnen bekijken. Dat is voor jezelf ook gewoon echt Dat had ik ook heel erg hoor. Ja, mensen vinden het lastig om in te voelen wat een ander. waarom ander, iemand anders het standpunt uh, totaal anders hebben. dan ja. diegene zelf. Als ja, het... dan gaan ze heel vuil worden tegen elkaar. En heel veel controversiële onderwerpen. Dan ja. wordt het heel erg uh, bots, bots. Maar heel gemeen ook. Je, dat je je dan afvraagt. Maar we weten, we snappen wel dat er ook nog mensen aan de andere kant zitten. Zeg maar. Ik denk dat met internet dat heel moeilijk is om te schatten. Internet is ja verschrikkelijk. Ja. Maar ik merk alleen maar dat sinds ik uh, daar natuurlijk heb ik nogal dingetjes waar ik soms van denk van ja dat is niet helemaal hoe ik erover denk maar vaak laat ik dan iemand ook maar gewoon lekker zijn verhaal doen ja ja dat doe ik ook hoor. als ik heb ook wel veel uh, dat ik uh, of gesprekken of zo en dat ik of uh, ook wel comments zie en zo en dat ik denk van ja, veel gesprekken maar ik heb wel eens gesprekken en dat ik denk van ja mijn mening stroomt totaal niet met die van jou maar ik vind het helemaal prima ja dat moet uiteindelijk ook prima zijn, ik heb het, van, het kan best zeggen met Antonie heb ik dat best wel dat weet hij ook wij, mm -hmm. wij denken niet over de al bij de dingen hetzelfde maar wij laten elkaar allebei in elkaar zwaarden. en ja. proberen het ook wel te begrijpen dat heeft hij ook heel erg duidelijk dat heb ik ja. ook en dat Vind ik altijd wel prettig. Hij probeer... Soms gaan we iets wat verder op elkaar... en dan denk ik van... oké, okay, dit hou ik niet zo heel erg van, maar <laughs> prima. Maar uiteindelijk weet ik dat het altijd vanuit hem goed bedoeld is... dat ja. hij het wil begrijpen. En af, uh, andersom gezien ook. En dat vind ik eigenlijk het fijnst als je allebei zo bent. Maar ja, laten we eerlijk zijn. Dat is een unieke. Nee, maar... Ik had ergens gelezen dat voor je stressniveau het beste is om jezelf te omringen met mensen die dezelfde mening hebben. Ja, vind ik dus niet. Maar daar ben ik het dus ook niet meer mee eens. Nee. Ja, het is misschien fijn voor um, dat je gewoon. Kijk, je voelt je dan wel gehoord en begrepen. Mm. En dat, dat is waarschijnlijk waarom het gezegd wordt. Maar um, stel je voor dat jouw mening, je hebt een bepaalde mening over ja. vleeseters en vieken, ah, dat dat zo wil zeggen. Ja, ja. En je, je, je omdringt jezelf met alle, allemaal carnivoren. Ja, <laughs> ja. En, het, uh, en je hebt het erover, je voelt je gehoord en begrepen en je eet allemaal hetzelfde. Er um, komt een vegetarische. En er komt een vegan binnen, een vegan, ja. een, iemand die vegan is, komt binnenlopen. En dan uh, denken jullie allemaal van, uh, nou, uh, gouden koppen. <laughs> <laughs> ja. Het maakt je stuk extremer ja. met elkaar. Ja, dat is zo. Ik Als je denkt dat je mening je heel erg verandert. Voor de kookpannen, hè? Dat, ja, dat ja. En als je stel je voor dat je, je vriendengroep nou zo hebt... van een beetje mix mis. en iedereen denkt van... ja, je moet zelf weten hoe je eet. Ja. Uh, ik denk er een beetje zo over. Ik denk zo, maar ik zie bij jou ook al wat. En bij jou zit er misschien ook wel wat in. Ik denk dat dan allemaal net even iets minder... Uh, Elkaar leren begrijpen uiteindelijk, ja. Ja, ja. omdat er dan vaak toch dingen geroepen worden naar mensen. Of online vooral zie ik dan wel. Ja. Dat is natuurlijk ook echt een uh, plek waarin je je niet moet bevinden... als je mentaal ja. niet helemaal lekker gaat. Ja, ind inderdaad. Heel eerlijk gezegd, ik vind, kijk... Mijn hele werk bestaat online. Dit staat ook online. Maar eigenlijk is online ook echt heel ruk. Het is mm. heel mooi, hè? Want ze kunnen ook hele mooie dingen uitkomen. Ja. Maar mensen met meningen, het is wel heel jammer dat er heel veel mensen hun mening kunnen ventileren tegenwoordig. Ja, want het, je, het maakt je gewoon extreem waar in, je, in mm. je mening. En of jij nou denkt dat, je, dat het helemaal gerechtigheid is of niet, dat doet het er eigenlijk niet toe. Het is gewoon de vuilheid waarin mensen op elkaar te keer kunnen gaan. Ja. Ja. ja, en ik heb soms het idee dat, dat het juist heel erg versterkt, hoe men, mensen. Mening is omdat ze ook met algoritmen zitten, waardoor ja, hun mening heel absoluut. tijd versterkt wordt. Ja. Kijk, wat ik dus heel leuk vind, is om podcast bijvoorbeeld te luisteren met mensen die totaal niet mijn mening delen, die totaal anders zijn dan ik, omdat ik dan denk: oké, okay, daar word ik daar word ik genuanceerder door dan dat ik de hele tijd alleen maar mezelf omring met mijn eigen mening. Ik mm -hmm. luister dus weinig podcast met mensen die dezelfde mening hebben als ik. Ja. Dat doe ik dus haast niet. Ik doe juist tegenovergestelde. Ik ben daar wel een beetje extreem, in, hoor, moet ik zeggen. Maar ik vind dat dan wel interessant om te horen en soms irriteer ik me eraan en dan zit ik wel bij mezelf af te vragen. Ja, maar waarom irriteer ik me eraan? Die mensen mogen toch letterlijk die mening hebben. Dat moet. Ja. Dat hoef ik niet. Maar die, ja. maar dat. Ik irriteer me er wel vaak aan op het moment dat ze die mensen ook een soort van gaan afwijzen van wat de ander vindt. Dat ja, vind ik altijd lastig. Of uh, inderdaad dat inderdaad of extreme termen eraan gaan hangen, ja. waar de, het gros van die die mening heeft zich niet schuldig aan maakt. En uiteindelijk willen allebei die mensen hetzelfde. Mm -hmm. In basis nog steeds. Blijven ja. ze hetzelfde willen. ja Maar ik, ik hoop gewoon, en ik, misschien moeten we het daar vaker over hebben, of moet ik daar een keer iets over maken of zo, maar ik hoop gewoon dat we een keer gaan inzien dat men, en dat gaat wel echt, dat is een illusie dat dat um, iedereen dat gaat zeggen, maar dat men begrijpt dat we allemaal dezelfde dingen willen in het mm -hmm. leven. Basisdingen willen we ja. allemaal hetzelfde. Ik denk ook dat de grootste problemen ontstaan wanneer we echt ophouden met, met elkaar communiceren. Ja. Op een normaal, neutraal niveau. Dat je een beetje probeert te begrijpen waar komt iemand vandaan komt. Zodra je al uh, in je hoofd allerlei ideeën hebt van uh, iedereen die dit denkt is slecht. En iedereen die uh, uh, daarvan houdt, uh, is dom. Ja. Uh, dat we de dat we opere houding. En uh, dat is eigenlijk pas uh, nou, sinds een aantal jaar, dat bij mij dat een beetje begint te komen dat ik daar meer besef van krijg dat juist door um, zo fel naar dingen te kijken en zo zwart-wit naar dingen te kijken dat dat je je ook echt een hoop stress geeft. Ja, en je groeit er als mens gewoon niet van. Nee. Je blijft altijd hangen in hetgene wat je altijd al hebt gedacht. En eigenlijk ook met elkaar praten. Nou, dat is dan sinds jij die situatie bent aangegaan dat ik denk van dat is het echt. Dat is dat is eigenlijk zo krachtig dat je met elkaar in gesprek kan gaan. Nee, ja, je moet proberen met elkaar elkaar gewoon te leren begrijpen nog steeds. Want als je dat niet meer, als we dat niet meer doen, uh, met elkaar praten en uh, dan, dan is het einde zoek denk ik. Snekje van de week. Ja, snekje van de week. En is snackje van de week is deze klassieker. De Malteser. De We hebben vorige week een M&M proeverij gedaan. Ik heb dus ja. zes van deze zakken, maar ik denk niet dat ik er een hele video aan kan wijden. Ja, het is een beetje weinig, maar want, want we zijn wel heel erg benieuwd of dit nou echt de lekkerste is. Ja, dus ik zat te denken aan een riel. Ja, kunnen dat we, doen. we binnenkort even een reeltje daarvan maken? En dan ja. kunnen we kijken welke het is. Maar die riel kan dan iets langer zijn, dat wel. Want tegenwoordig zijn lange reels ook weer populair. Dus eigenlijk hoort. worden reels ook een soort van video's. Ja, op TikTok wel weer. Maar TikTok, TikTok wil een longform content. Ja, 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 want ze willen YouTube gaan uh, verslaan. Dus in principe kunnen we het op TikTok zetten en dan gewoon een lange versie. Maar ik vind, voor YouTube vind ik het net, net... Ik wil tien zakken en dit zijn er zes. Ja, dus als je nog vier stakken naar ons uh, toe kan verzenden. Ja, van andere merken. Die nee, we hebben eigenlijk alles nemen. al, zo, hè? Ja, ik denk het wel. Ja. Ja. Maar goed, de Maltese dus. Jij vindt ze heerlijk. Ja. Ik vind ze te doen. Ja, wel lekker hoor. Maar uh, ik dacht, ik laat jou ook eens een keer de, de, de snack van de week te zien. Iemand zei tegen mij: van ja, maar hoeveel donuts geven jullie het dan? Maar ik dacht van ja, de snack van de week is niet zo moeilijk hoeveel donuts we het geven, toch? Oh nee, dat zit altijd boven de vier. Het zit altijd boven de vier. Je kan ervan uitgaan dat dit er gewoon vier plus is, dan, ja. uh, dan zit je goed. Ja, precies. Nou, heb je verder nog wat te melden? Mm. Ja, Ik hoop binnenkort wat te horen over het huis. Ja, maar daar uh, later meer over. Heb jij nog wat te melden? Nou, wilde misschien als laatste nog toevoegen. Oh! Ja. Um, dat ik voor altijd uh, vol bewondering uh, naar mijn uh, jongste zus heb gekeken omdat mm -hmm. die zich nooit ergens in mengt oh ja en uh, vroeger dacht ik altijd van ja zij heeft gewoon niet zo'n sterke mening maar eigenlijk is het gewoon hartstikke slim ja. dat ze uh, ze heeft wel een mening maar ze vindt het gewoon allemaal dat ze denkt ja iedereen moet gewoon zijn eigen dingen uh. ja dat heb ik ook altijd ik probeer me ook al. Ik, ik, heb, ik laat me soms verleiden bij sommige mensen ja. ik noem geen namen Sofie bijvoorbeeld Oh ja, om dan wel... jullie gaan wel wat verder naar elkaar ja, inderdaad. Maar dat vind ik dan ook lastig, want dat wil ik eigenlijk niet. Maar dan nee. laat ik me verleiden. zo ja. <laughs> kap ermee. Ja, kap ermee. <laughs> uh, maar het valt wel mee hoor. Maar soms heb ik dat wel eens, dat ik ja. dat laat verleiden. Maar het, het liefst heb ik eigenlijk van... joh, prima je mening. Maar ik, soms borrelt het toch. Het zit, het zit erin. Ja, het zit er toch een klein beetje in. Maar ja, ik denk... Think... Uh, ben niet perfect. Nee, je, we zijn niet perfect. En soms laat je je wel eens verleiden om toch nog wel even een grote sneer uit te delen hier en daar. Heerlijk. Maar, <laughs> nee, geen... <laughs> Ik denk, kijk naar de mensen die je bewondert om een rustige, kalme houding. Ja, en ja, die overal ja. gewoon wel een kant van inzien. Ja, ik vind dat eigenlijk, dat zijn eigenlijk de mensen waar ik altijd naar op heb gekeken. Um, en zo wil ik zelf ook zijn. En zo zou jij ook moeten zijn ja nou, nee oké. Nee, gaatje dat is weer een sterke mening ja schat. sorry sorry zo zou zo jij ook zijn. gewoon moeten zijn nee zo hoef je niet te zijn maar nee, nou. probeer het een keer ja, ga eens een week keer. denken van ja ik vind jouw mening fucking extreem en ik ben het totaal niet meer eens maar ik ga nu gewoon antwoorden met oh ja ja of ik ga ja. proberen leren te begrijpen waar diegene vandaan komt ja en kun je wat meer vertellen waarom je er zo over denkt ja die vraag ja. is wel beter omdat We je gelijk het tegenin gaat ja. maar hoezo denk je dat eigenlijk wat nou, Hoezo denk je eigenlijk? Oh, zo, je, je vraagt weet. nu niet aan mij hoe nee, zo je dat, in dat denk. Nee, het luchtledige. Ah, oké. Okay. Nou. Tot de volgende week, jongens.